Hanne Verbrugge beviel op 14 november van haar eerste kindje. Samen met echtgenoot Jorn kreeg het K3'tje een zoontje dat ze de naam Julien gaven. Na vier maanden stond Hanne zaterdag voor het eerst weer op het podium. Hanne is niet het eerste K3'tje dat tijdens haar K3 carrière een kindje krijgt. Crystal Verbeke en Karen Damen deden het haar voor. Stoppen omwille van het moederschap? Daar dachten ze niet aan. Of Hanne getwijfeld heeft om te stoppen met K3 nu ze een kindje heeft. Nee, dat is geen seconde in mijn hoofd opgekomen, benadrukt ze in Story. Als ik filmpjes van hen zag, miste ik het enorm. Ik bleef K3 ook heel de tijd volgen en heb dikwijls aan hen gedacht. Nu zitten ze in hun loge, nu zijn ze aan het eten, al dus Hanne. K3 fans zullen Hanne dus nog vaak aan het werk mogen zien.